Rinus Gerritsen, Barry Hay, George Kooymans, onze drummer, Cesar Zuiderwijk. Wat hebben deze vier namen te maken met Wil Oerlemans? De namen op zich nog niet eens zoveel, maar als je ze bij elkaar voegt, dan krijg je denk ik een van de oudste bands van Nederland. Dat was voorheen de Golden Earrings met een S. Dat is later Golden Earring geworden en die zijn in 1961 zijn die opgericht. En die maken eigenlijk al vanaf 1961 gewoon een hele puike muziek. En daar zit de link met Wil Oerlemans, want ik heb het altijd mooie muziek gevonden. Die hebben een heel eigen stijl ontwikkeld, die hebben een heel eigen soort muziek ontwikkeld. Dus ik was daar wel fan van. Ja, ik ben ook muzikant altijd geweest. En dan denk ik bij mezelf, als ik deze vier namen noemde, hè, wie is Wil Oerlemans van die vier? Dat vind ik een lastige. Maar ik denk dat ik me toch het miste thuis voel bij Barry Hay. Barry Hay, ja. Want ik ken jou nog van vroeger en toen speelde je de basgitaar. Ja, speelde de basgitaar. En toen had je ook wel lange haren. Hè? Toen waren jij in een andere gedaante. Ja. Golden Earring, Rebels, Wil Oerlemans? In die tijd? Ja, denk het wel. Zeker. Ik denk dat ik dat wel kunt stellen. Dat denk ik ook wel. Ja. Want deze band Wil en jou, daar zit een band in en die is niet kapot te krijgen. Daar zit van diep van binnen. En dat is ook de reden dat jij hebt gereageerd op een verzoek om mee te doen in de Golden Earring Tribute Band, mag ik wel zeggen. Nou, het is niet precies een tributeband. Nee, het was niet. Het is, ik snap al dat het niet echt een tributeband is, maar het zijn toch 1000 muzikanten die nummers van de Golden Earring proberen zo goed mogelijk na te spelen. Zeker weten. Ja. 1000 muzikanten, dat is niet zomaar iets. Nee. Maar die passen niet in een Bogaard. Nee. Waar was het te doen? In de Ahoy in Rotterdam. Dus Wil jij het in de Ahoy gestaan en je hebt daarmee 999 andere muzikanten meerdere nummers van de Golden Earring staan te spelen. Ja, dat hebben we gedaan, Dat ging geweldig. Nou, dat kan ik me ontzettend voorstellen. Als ik jou zo aankijk, de glinster in hun ogen, dan zie ik een ervaring die ze jou nooit meer afnemen. Nee. En in de wetenschap dat maar eenmalig is. Het is gewoon een unieke gebeurtenis. Ja. En los van de band vond ik ook de unieke gebeurtenis dat ik dacht, maar hier wil ik wel deel van uitmaken. Ja. Hier wil ik aan meedoen. Ja. De nummers vind ik goed, hè, van de Golden Earring, de nummers die we gespeeld hebben, die vind ik goed. En ik kende de Golden Earring natuurlijk al lang. Ik heb nog een contract opgediept uit het archief van Tilburg. En er is een contract met de Golden Earrings afgesloten met een Bogaard in 1969. Okay. Toen was ik 13. En die jongens vroegen toen 1100 gulden. En die stonden hier in de Bogaard, in de oude Bogaard, stonden die te spelen. En daar kwam ik dus toen al. Maar daar kwamen vulbands, hè. Daar kwamen de Cats, daar kwam Earth and Fire, daar kwamen de Living Blues. Zeker. De Oscar Benton Blues Band. De Bintangs. Gij noemt de band uit die tijd uit Nederland en ze hebben hier in de Bogaard gestaan. En ik probeerde om daar zoveel mogelijk bij te zijn. En toen dacht ik ook, maar daar wil ik ook. Ik wil ook een instrument leren spelen. En mijn liefde ging al snel uit naar de gitaar. En ik kon redelijk zingen. Hebben mensen altijd tegen mij gezegd dat ik redelijk kon zingen. En op een gegeven moment gaat het er zelf aan gebeuren, William. Nee, maar ik heb altijd, dat heb ik altijd graag gedaan. Ik heb altijd graag gezongen. En toen ik begon met muziek maken, toen heb ik altijd gezongen of de tweede stem gezongen. Dus de zingen is ook wel een beetje eigen geworden. Ja, dat is een deel van jou geworden. Dus toen dacht ik van, dat wil ik wel gaan doen. En toen ben ik ook op gitaarles gegaan, heb ik gitaar leren spelen. En toen ben ik op mijn 17e begonnen bij de Alpenjagers. En ik had eerder al wel eens een keer in een schoolbandje gespeeld, maar dat was echt maar voor mij de eerste officiële band waar ik in gespeeld heb. Hele andere muziek, een hele andere manier van muziek maken met blazers. Nou ja, iedereen in Moergestel kent wel de Alpenjagers, denk ik. Maar wel hartstikke leuk om te doen en een hele goede leerschool. Nou kom je door die Ahoy binnen gestapt. Ja. Hoe ging dat? Zonder dat je heel erg technisch was, want ik denk dat voor mensen thuis is natuurlijk wel lastig, hè? Of muzikant zijn. Maar jij komt er binnen gestapt, er zijn 300 gitaristen, er zijn 300 bassisten, er zijn 200 drummers, denk ik, en er zijn 300 zangers. Ja. Jij meldt weg, je krijgt een headset mee, een koptelefoon zeg maar. Ja, wij melden ons eigen, we worden opgevangen in een grote hal, er zitten 1000 muzikanten in. Er is midden in Ahoy een podium opgebouwd. Daar komt de officiële tributeband in te staan van de Golden Earring. En daaromheen zijn de drumstellen opgebouwd. Ik denk een 100 drumstellen. Daaromheen zijn de gitaristen, ook een 100, 150 gitaristen, 100, 150 bassisten. Achter in de zaal, daar staan de grote koren. Vooraan in de zaal, daar staan de kleinere gezelschappen en de kleine koren. En de frontlijn, om maar zo te zeggen, daar zijn de individuele zangers. En zo is dat opgebouwd. En dan, nou ja, ik moest er om 12:30 zijn. Dan meld ik mijn eigen. Om 1:00 begon de repetitie. Dat was dan 2:00 natuurlijk, want dat is altijd. Komt nooit uit. Maar om 2:00 dan begint het. En dan moet er allemaal gesoundcheckt worden. En het doel van die koptelefoon was, van die headset was, dat ze daar via een computer, daar geven ze de maat aan. Dan hoorde jij een tik in jouw oor. Je hoort ook al die zangers, je hoort die muzikanten, maar die tik in die oren die zit er en die geeft de maat aan. En daarmee halen ze dat die mensen ook allemaal op tijd beginnen te zingen. Dat ze ook nog met z'n allen in de maat blijven. Ook niet onbelangrijk als je met 1000 man muziek maakt. En je weet zelf hoe lastig dat kan zijn als je in een band speelt die ook al een kleinere bezetting heeft. Dus de drummers kregen allemaal zo'n koptelefoon, de gitaristen, de bassisten. Maar tussentijds is de repetitie geweest, we hebben al die nummers doorgenomen, dat ging eigenlijk best wel goed van meter van, maar ja, iedereen kent die nummers. Ja. Ja. En dan, als wij aan het diner zitten, om het zo te zeggen, we zitten daar te eten, dan repeteert er een blaasorkest van 200 leden. Dat is echt magnifiek. Als je daar hoort in de Ahoy, die dan leeg is, behalve wat personeel wat er rondloopt. Ja. En dat deed al mee en dat was wel heel leuk, want die hebben we hier in Moergestel gehad, de trombonist Jos Janssen. Nou, als er één trombonist is in Nederland die je daar kunt overlaten, dan is het Jos Janssen. En die stond in het midden van die podium en die blies daar zijn partij. Ja, William, dan krijg ik daar kippenvel van. Dat vind ik helemaal geweldig. Ja. Ja. En dat is dan toch weer anders, als je met 4 of met 1000 man zeg maar, die nummers staat te spelen. Maar als je 200 van die blazers daar bezig ziet, dat is gewoon magnifiek. Ja. En dat maakt er nooit meer mee. Welke nummers heb je gedaan, Wil? We zijn begonnen met Radar Love. Nee, we zijn begonnen met Back Home. Toen Buddy Joe. Daarna Radar Love. En daarna The Twilight Zone. En dan moeten wij je zo voorstellen dat elke muziekgroep, de drummers, de bassisten, de gitaristen en de zangers die hebben een eigen coach. En die coach die staat ergens in de zaal. Die gitaristen weten waar hun coach staat. En wij stonden met de individuele zangers stonden wij in lijn, zeg maar, op het front. En onze zangcoach die deed niks op en neer rennen. En ons opjutten en nou ja, zorgen dat je ook op tijd inzet doet en op tijd begint en zo. Dus we hadden ook nog allemaal een eigen coach die ook nog de maat kon aangeven als je het in een oor kwijtraakt. Dat je ook op tijd kunt beginnen. En voor de voorbereiding waren er ook een aantal workshops opgenomen die op YouTube waren gezet. Zodat je thuis van tevoren kon kijken en beluisteren. Voorbereiding. Ja, Want ik heb daar wat beelden van gezien. Ja. En ik zag natuurlijk een waanzinnig enthousiaste menigte. Ja, ik zag er een Wil Oerlemans die ging tegen helemaal uit zijn stekker. En er stonden een paar mannen om jou heen, die gingen net zo, die waren net zo gek. Ja, het ging helemaal goed, ja. Want er zijn natuurlijk, die 1000 mensen die er staan, dat zijn liefhebbers. Dat zijn liefhebbers, dat zijn Golden Earring liefhebbers. Want anders staat het daar niet. Nee, dat zijn de fans van de Golden Earring. En die de Golden Earring ook gunnen om zo'n afscheid te krijgen. Want daar was het eigenlijk op bedoeld, hè. Ja. Kijk, de aanleiding was dat in de coronatijd, 2021, toen werd bekend dat George Kooymans ALS had. Nou, dat is een smerige ziekte natuurlijk, waar je niet meer beter van kunt worden. En dat betekende dat die band besloot om acuut te stoppen met alle optredens. Als jij zo nou terugluistert naar die opnames, heb jij zelf die opnames wel of niet? Ik heb, ja, een aantal. Ik heb zelf opgenomen. En de NOS zijn natuurlijk opnames gemaakt, die hebben betere kwaliteit dan mijn telefoontje. Maar ik vind het over het algemeen helemaal nog niet zo slecht klinken. Nee. Nou, vanaf tegen met 1000 man daar staat te spelen. Als jij dan luistert naar die kakofonie van zangers en muzikanten, kun je jou zelf terughoren? Dat twijfel ik aan. Mensen zeggen, ik kan jou horen, maar ik weet niet of dat waar is. Maar het is wel zo dat de individuele zangers, zeg maar, de frontline, die hadden wel gewoon microfoons die aanstonden en die ook over het systeem gingen. Ja. Dus het zou best zo kunnen zijn dat ze me daarin herkend hebben. Ja, dat kan. Ja. En ik heb er ook wel voor gezorgd dat ik te horen was. Ik zag jou tekeer gaan. Ik denk, Wil die pakt zijn momentje. En dat is natuurlijk, het is een once in a lifetime moment. Dus dat hebben we gezegd, het is eenmalig, het is uniek. Ja. En dat moet er zijn. Dan moet er gaan staan, moet ik niet achteraan gaan staan, want dan heb je geen zin. Nee. Dus je moet willen vechten om vooraan te staan en je moet willen vechten om jouw stem daarbij te krijgen. En volgens mij was dat goed gelukt. Ik hoor jou zeggen, Buddy Joe. Radar Love, Back Home, Twilight Zone. Welke zit er dichtst bij Wil Oerlemans? Ja, die vraag heb ik toevallig al eens eerder gehad. Maar ik denk dat Radar Love het beste bij mij past. De opbouw van de nummer, de tekst van de nummer, maar de manier waarop het gebracht wordt. Wij spelen het met de band ook. En als we het met de band spelen, dan voel ik me daar helemaal in thuis. Ja. Waren de jongens van de Earring aanwezig? Op het eind was Cesar Zuiderwijk. Die had ook het laatste nummer nog een keer mee gedrumd. Hey, Wil, dus als ik jou nou beluister, het is een fantastische ervaring. Hè? Het is natuurlijk midden in Ahoy. Die ambiance is echt ongelooflijk. Ja, zijn er nog opnames van gemaakt? Dus hoor, buiten die opnames van jou, die ik heb net bekeken heb, natuurlijk, deze al waanzinnig. Zijn er nog opnames van gemaakt? Ja, de NOS die heeft een documentaire gemaakt. Okay. En die wordt uitgezonden op 1 januari 2025 om 20:30 op NPO 2. Als je dus wilt kijken naar het project waar Wil het heeft meegedaan, op 1 januari 2025 op de NPO Nederland 2 dus om 20:30. Half negen. Kijken, en ja, het is een unieke once in a lifetime, dus dit gebeurt nooit meer voor de Golden Earring. Dankjewel voor het kijken. Wil, ontzettend bedankt voor jouw uitleg. Het is, ik ben zo ongenadig jaloers. Ik wou eigenlijk zeggen, volgende keer moeten meegaan weer. Ja. Maar ik denk niet, dat het nog een keer komt. Mocht het komen, ga ik zeker mee. Maar ik reken nergens op. Nee. Ontzettend bedankt. Graag gedaan, dankjewel.